Het is leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe... Oké, ik wil de derde zijn. Ja, ik ben de derde. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe Let's Play. We hebben twee speciale gasten, maar die willen niet dat hun naam op YouTube komt. Dus noemen we ze... Oké, ik ben P3. Het was onze ene speciale gast. Wij zijn Job en Daan en onze speciale gasten. Oké, dit begint me heel erg te irriteren dat ik hun naam niet mag zeggen. Oké, we gaan dus New Super Mario Bros. Spelen. Als jullie... Nem. Oké, we zijn met z'n vieren. Okay. Maar jij moet toch op 2 drukken? Ik wil de gele zijn, de gele is leuk. Wie ben ik? Mag je kiezen, de blauwe of Luigi? Hoe kan ik dat doen? Doe ik wel even, welke wil je zijn, blauw of Luigi? Blauw. Nee, Luigi wel. Luigi. Oké. Okay. Ik wil de blauwe. Oké, start game. Ik weet wel ongeveer jongens, hoe dit werkt, want ik heb het ook al vandaag today is prins... Ja, vandaag is Princess Peach. Ja! Oh, dat wordt geil. Oh, wat leuk! Een taart! Oh, dankjewel, Mario! Dankjewel! Dus wie zegt dat Mario is? En kijk, ze doen ook gewoon helemaal niks. Ze staan gewoon dom toe te kijken hoe Princess Peach geplet wordt door een reuze taart. Ze slaat toch echt en helemaal nergens op. Peach wordt weer ontvoerd door Bowser. Peach wordt altijd ontvoerd. In elk Mario-spel. Dat is gewoon echt heel erg vaag. Hoe dom ben je als je je zo vaak laat ontvoeren? Nou ja, toch vinden wij het wel leuk, want... nou hebben wij deze leuke Mario-spellen. Dus weet ik veel, een kwartiertje of zo. 17 minuten. Ja, een kwartiertje, maar het kan wat uitlopen. 17 minuten. Ja, goed. Zoiets. Kan je dit niet even overslaan? Het is een beetje irritant. Jongens, maar we gaan even snel lopen. Het kost heel erg veel tijd. Nee, ik kan het niet overslaan. En dan moeten we super skills doen of zo. Nee, super skills is te moeilijk. Ik kan geen super skills doen. Sorry voor de bonken. We gaan wel even snel levels door. Ja, anders gaat het heel... Oké, we hebben geen game geluid. Hebben we. En ja, dat hebben we gewoon niet. En we gaan nu naar onze goede vrienden, de paddels. Natuurlijk ga ik als laatste game over. Ja, joh. Hoezo? We hebben allemaal 5 levens. Pam, padada, papada. Waarom doe je dat nou? Dat was ik niet. Ik wil die gele. Oké. Hoe loop je? No shit, Sherlock. Mijnus. Nee, die is van mij. Hé, nee, dan is de panna voor mij. Dan is die is van mij. Nee, die is van mij. Die mag ik oppakken. Ja, ik til je er wel heen. Hoe til je? Wajo. Ja, ik... Midas. Geen namen. Midas moet 2 items blauw. Hij heet blauw. Job, hij heet blauw. Hoe til je iemand? Met, heb jij een nunchuck? Jongens, nu heb ik helemaal geen item, weet je? Ik heb geen item. Oké, 1 indrukken en jongens, schudden. Jongens, leuk. Ik heb geen item. En voor met nunchuck is het B indrukken en schudden. Nou, weet je, dan mag je straks... Ik wil het snel. En hoe word je een bel? Dat gaan we niet doen. Auw. Fuck. Oké, nou. Help. Jij hebt van mij. Wij zijn de enige levende. Yeah. Hey. Fuck you, blauw. Je hebt 2 keer iets voor iemand anders zijn neus weggekaapt, motherfucker. Daniel. Sorry. Hey. Misschien kunnen we het wegbiepen of zo. Weet je, ik ga gewoon dikke revenge nemen. Ja, nu ben ik. Dik kop. Wie wil? Nee, jij hebt al 2 keer eentje gepakt die niet voor jou bestemd was. Dus nou mag je er geen. Nee! Nee, echt, hou ermee op of flikker je uit het spel. Jongens! Ah! Echt, het is echt niet leuk. Ik wil ook een keer zo'n ding. Of ik gooi je naar beneden. Want ik heb er nog nooit zo eentje gehad. Jij pakt er de hele tijd één. Dank u, en het is echt heel erg vervelend. En jij pakt ze de hele tijd. En ik heb er nog nooit gehad. Wie is blauw? Wie is blauw? Oké, dan is het allemaal jouw schuld. Jongens! Oh, kijk, hier is een blok. Maar dan gaan we niet heen, jongen. Daar, nee, kijk, leven. Ik is leven. Hoe gooi je iemand? Continue, dat gaan we niet vertellen. Wajo. Nou, ik ga jou niet lopen. Dan zet jij hem op pauze? Nee. Oh, maar wie heeft het verklooid dat ik mijn... Oké, met A voor jou, met B ingedrukt en lopen. Oké, we deden hier... Oké, hoe ren ik? 1 indrukken en rennen. Lopen.
Niet blauw. Ja, anders gooien we in het gat. We zorgen dat je game overgaat. Serieus. Jongens, ik heb en daar ben ik heel goed in. Ik ben heel goed in Super Mario PvP. Wie is de gele? Sorry. Jij bent vuurpallo. Vuurpallo-pago. Jongens, ik mag ijs. Maar ik ben sowieso ijs. Ik spring er tegenaan. Nee, ik wil ijs. Nee. Wajo. Midas. Ik bedoel. Blauw. Hij is blauw. Hij heeft geen Midas, hij is blauw. Nee, ze willen hun namen niet op YouTube. Ik denk dat we ze nu wel gewoon Midas en Joris kunnen noemen, omdat we het toch al gezegd hebben. Ik heb geen zin om dit weer allemaal op te doen. En jongens, ik ga dit doen. Boom. Yeah. Kunnen we dit niet gewoon een keer coin battlen of zo? Coin battle. PvP course. Daar heb ik geen zin in. Maar daar heb ik geen zin in. What the hell? Haha, lekker puh. Paddo, jongens. Blauwe paddo. Kom eens, blauwe paddo. Ja! Blauwe ijs! Yes! Blauwe ijs! Jongens, kom snel! Ik heb niks! Of je krijgt geen ijs. Dankjewel voor de lift. Ik heb niks. Dankjewel voor de lift die je mocht dragen. Ik. Dankjewel. Ik geef je al een lift. Ben ik het kanon? Nee, jij mag dit keer oud. Fucking Goomba. Pieuw. Au. Ik heb een brood gemaakt voor je. Ik kan nergens heen. Oké jongens, we gaan. Oké, ik wil je lift geven. Maar wie is wie? Ik ben geel. Dan ga ik jou niet. Gaan we dus echt niet zeggen. Nee, dat mag niet. Hey, wacht eens. Wacht heel even. Ik wil hem pakken. Je mag wat doen, jongens. Mag ik even? Ja, dat gaan we niet doen. Aan de kant. Want jij pakt mij de hele tijd. Bedoel je? Nee, jongens. Nou. Laat mij de blauwe vafel pakken. Ik wil blauw pakken. Oké. Okay. Yes, dank u. Pak hem maar. En gooi hem weg. Nee, sterretje voor mij. Ik ben niet evil. Wajo, ik heb een sterretje. Lekker aardig. Nee, kijk je op. Loop naar mij toe. Ik til je op, dan heb jij het ook. Zo. Kijk, dan heb jij het ook. Ik heb een. Hey, ik ben eigenlijk ijs. Nee, ik heb dat, hè? Zo, nou zijn we al. Ik heb ijs. Maar hoe schiet je ijsballen? Met wat? 1. Ik heb nog maar 6 leven. Nee, niet in de bel gaan. Jongens, ik heb nog 6 levens. Je moet... Kom, je zei blauw. Dat je iets met 1 moest doen. Zo, ja, schieten. 1. Ja, met 1 schiet je. Kom nou, blauw. Nee, maar met 1 ga je in de bel. Midas, kom. Nee, 1. Voor jou niet, want jij hebt een nunchuck. Voor jou. Oh, zo het. Ouch. Daan klein. Voor jou is het met B. Nou. Oké, we gaan allemaal PvP'en tegen blauw. Ja. Wie is blauw? Pak mij. Gewoon Midas, pak mijn bel. Pak mijn bel. Hoezo? Jullie denken echt alleen maar aan jullie zelf, hè? Ik heb niet. Je pakt de hele tijd alles voor iedereen. Wauw, Midas is bijna zo. Ik denk helemaal niet aan mezelf. Job, hou eens op. Oeh. Ja, pak mijn bel gewoon. Aso's. Ik zit gewoon in die bel en ik wil ook. Hey. En jullie pikken gewoon. Jullie verneuken het hele spel voor mij. Ik vind het echt niet leuk. Oké, we hebben nog wel. We hebben nog wat tijd om 2 levels te doen. 2? Hoe lang hebben we nog? Okay? Ja, we gaan gewoon PvP'en. PvP, nee, PvP kort. Nee, wij gaan freak zijn. Nee, PvP. Nee, mag elkaar niet vermoorden, dat is flauw. Behalve als je echt heel erg boos op iemand bent. Ja. En wij zijn niet echt heel erg boos. Misschien ga ik... Oh yes. Misschien wel een keer in de lava gooien. Dit vind ik zo'n leuk level. Mag ik erin? Nee, jij mag niet. Ik ga Midas echt een kind. Oh yes, jongens, Yoshi. Dit is Yoshi level. Yoshi level. Kijk, met Yoshi kan je die motherfuckers opeten. What die hamers. Zijn er genoeg Yoshi's voor iedereen? Jongens, ik mag kiezen. Hoezo? Oké, daarna ik. Oké, ik wil blauw. Ik wil blauw. Ah, mag ik ook? Oh, ik zit in blauw. Mijn blauw. Ik heb je opgegeven. Hoe ga je van dat ding af? Jongens, Yoshi moet poepen. Hop. Hoe ga je van... Oh, ja, zo. Jongens, ik ben het beste in Yoshi. Ik weet hoe je Yoshi's afpakt van anderen, maar dat ga ik niet zeggen. Ja, dat ga ik ook niet zeggen. Hé, ik ben een Yoshi kwijt. Dat gaan jullie toch niet doen? Dan ben je dood. Ja, jij bent...
Oh, jij moet groen. Ik ben een mooi Yoshi kwijt. Oké, dan mag jij wel in mijn. Jij mag in de mond van mijn Yoshi. Nee, jij moet in de mond van mijn Yoshi. Wacht. Oh. En dan gooi ik. Hey! Jongens, ik ben de enige met de Yoshi. Wie gooide die? Welke? Nou ja, mijn Yoshi is nog een beetje rol in steriele. Oké. Waar ben ik? Welke? Nee, gooide mijn net die toch dicht. Wie gooide er net een. Ja, die is voor mij. Die is voor ik mij. Heb geen Yoshi meer. Mag ik dat niet? Oh. Ik al helemaal niet. Ik ben gekild door jullie. Mijn Yoshi is door jullie vermoord. Ik haal mijn Yoshi. Ik wil nooit meer met jullie praten. Nee, jullie hebben mijn Yoshi's afgepakt. Jongens, doei doei. Weet je, wie wil. Jij mag een licht in mijn mond daarom. Kom nog groen dinges. Wawitsi. Jij mag een licht in mijn Yoshi. Jee, ik heb Yoshi heeft nee. Yoshi. Nee, ik wil ook. Groen, je bent dood. Ik kan iedereen kiezen. Jee, kijk, ik heb waar iets. Waar heb je me opgegeten? Mom. Hey, ik heb, wie wil die laatste? Kijk, hier, kom. Jongens, ik ga hierheen. Kom mijn kant op. Waar ben je? Hier. En dan geef ik je iets. Wat heb je? Hey, waarom ben ik mijn Yoshi nou weer kwijt? Welke? Pedo. Ik ben mijn Yoshi al kwijt, hoor. Ja. Ik ben hem met Yoshi eerste kwijt geraakt. Weet je, we gaan dit straks gewoon. Nee. We gaan dit straks allemaal. Wel. Oh. Jongens, kom, dan gaan we dit gewoon straks allemaal bekijken en dan zien we precies hoe iedereen zijn Yoshi is kwijtgeraakt. Jee. Mijn Yoshi is helemaal niet weg. Daar is geen. Daar is mijn Yoshi. Iedereen heeft er een. Mijn Yoshi is helemaal niet weg. Blauw is voor mij. Blauw is leuk. Ik heb een groen voor mezelf. Kom op, ik heb een roze. Ik heb groen. Dan heb je pech dat je roze hebt. Jee, ik heb een vuurbal ingeslikt. Neem op, geen geheime wegen. Nee, niet dood gaan, jongen. Nee, geen geheime wegen. Oh, nu gaat mijn Yoshi dood. Hij gaat niet dood, hij loopt rond en dan botst hij ergens naartoe en dan gaat hij weer terug. Nee, jongens, jullie gaan niet dood. Nee, Job, niet doen. Jawel, dan. Nee, we gaan niet in de geheime weg. Kom deze kant op, iedereen deze kant op, snel. Ik ben mijn Yoshi kwijt. Iedereen gaat deze. Job, nee! Nou ja, hij heeft wel mijn Yoshi. Geen geheime. Kijk Job, nou heb je dus weer verklooid. Dit is geen 100% let's play hoor. Weet ik, maar ik wil gewoon een iedereen, geheime bijna iedereen, sommige mensen zitten kijken. Hop. Ja, weet ik, maar echt, Job, het is echt. Job, het is echt niet leuk. Nou moeten we het hele level weer opnieuw doen. Helemaal niet. Ja, lul. Oeps. Sorry. Maar niet juist. Kijk, volgens mij moeten we dat level nou opnieuw doen. Dan kunnen we dit weer een level minder doen voor let's play. Volgens mij moet dat niet. Volgens mij dus wel. Oh ja, tuurlijk. Fijn Job. Oké. Okay. We knippen het er heel even uit dat we dit hebben. We knippen dit er heel even. Bad nieuws. Oké, laat me heel even kijken. Oké, jongens, we zijn zo terug. We gaan dit level even opnieuw halen en dan gaan we weer door. Tot zo. Oké, jongens, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Oké, dat weten we alweer, jongens. Jongens, ik had het level alleen gehad. Weet je wat? Alles dit. Jongens, niet zo hard. Nu moet je ook al mij dood te maken. Oké, ja, we waren boos op Midas. Maar, oh, Midas, waarom schopte je me? Oké, we gaan niet. We zijn allemaal klein. Midas! Ik ben nog steeds woest op Midas, want Midas die ging me schoppen. Ja, Midas is een pedo. Jongens, dit is van mij. Oké, ik neem nog steeds wraak op Midas. Aflevering 1, Midas is een pedobeer. Ja, zo gaan we dit filmpje noemen. Midas is een pedobeer. Ja, Midas is een pedobeer. Midas is een pedobeer. Tjun 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 tjun. Een grote pedobeer. Oké, ik vind dat echt een heel dom liedje. Jongens, dat is op jullie mag springen. Hoe neem ik iemand... Jongens, ben ik dan de enige die niet klein is en ijs heeft? Ik ben dood. Ik ben niet klein. Daar niet zo snel! Ja, ik ben jullie aan het pesten. Mag dat niet dan? Wat ben ik? Lekker ijs. Zijn jullie allemaal ijs? Behalve Midas. Ah, I'm Midas. Midas is klein. Iemand moet me vertellen hoe je dat doet. Dus, Midas... Auw! Ik heb ervoor gezorgd dat jij Reda hebt gekild. Iemand gooit een ijsblok op me. Ja, maar alsjeblieft. Tel me gewoon iedereen. Ja, bedankt. Oké, Job. Ik heb alleen maar 8 levens. Ik ben mijn ijs kwijt. Ja, wat denk je? Ik heb ook geen... Jullie doen het bos op mij, maar jullie doen ook de hele tijd. Ja, maar jij ging me niet schoppen. Ik ben nog steeds gemeen tegen jou. Dan had je op... Je kunt zeggen dat ik gemeen ben, maar jullie zijn ook heel gemeen. Nou, jij bent gemeen, want jij ging me gewoon schoppen. Zonder toestemming. Ja, ik voel je helemaal niet hard. Dat vind ik niet. Sniping skills. Hoezo?
Dat iedereen zit te... Oké, we noemen deze eigenlijk dus Midas is een kleine pedobeer. Nee, dit is een slechte. Want Misha, Midas die is dus klein. En ik zei net dus Midas is een pedobeer. Dus het komt erop neer dat Midas een kleine pedobeer is. Oké, we komen weer terug als we weer op dat stukje zijn. Tot zo. Zijn we weer. Oké, we zijn weer terug. Maar ik ben game over. Maar ik ben een banaan. Ik ben een banaan. Ja, zo noem. Zie nou eens onder ogen. Zie de banaan. Zie nou eens onder ogen dat jij geen banaan. Bij ons op school is er zo'n jochie. Die zit in groep 4 of groep 5. En die loopt mij de hele tijd te pesten. Met Daan, eet je wel eens een banaan? En dat is gewoon zo irritant. Midas, waarom moet je nou lachen? Dank je wel, Midas. Hé, Job, gooi je naar huis. Grappig. Jawel, is het heel grappig. Zonder op, lelijke pimpelvos. Oké, noem. Yeah. Nu is Midas wel lelijk. Teddybeer. Pimpelvol. Nee, plof zo'n krollenmans. Wees niet zo... Midas is echt niet aardig. Hij is gewoon een pimpelvol. Ja. Pimpelvol. Ja, ik lees misschien iets te veel boeken. Hij is een pedobeer. Nee. Ja, dit is... De nieuwe pedobeer, yeah, yeah. De nieuwe pedobeer, yeah, yeah. Daar maak ik ja. Stampen. Nu is hij... Oh, wie ben jij? Daan? Mag jij ook sterretje? Oh, jee. Mag ik sterretje? Mag, ja, sterretje? Mag ik ook sterretje? Ja. Ja, Job, kom dan. Ik heb nog nooit sterretje gehad. Ja, dan heb je dus pech. Wel, jij hebt hem net helemaal gehad. Helemaal, je hebt wel sterretje. Je hebt hem heel even gehad net. Ja, en toen ging je meteen weer weg. Ja, goed zo. Bijna. Ga dat dood maken! Oh. Grijp dat! Grijp mijn leven! Grijp Midas! Gemeen dan! Midas is... Ik heb mijn leven gevonden! Midas is pas gemeen. Ik heb hem gepakt. Jij doet het ook de hele tijd. Nou, Midas is gemeen dan ik. En het gaat er uiteindelijk om dat degene die hem pakt hem krijgt. Midas is echt niet aardig. Nee, heel erg. Jongens! Maar dat is wel zo. Midas? Nee, Daan... Job, de wereld is flauw. Daan, grijp Midas. Midas doet echt heel vervelend. Oké, ik doe nu maar mee. Job heeft Midas ook... Nee, jongens, kom. Dan gaan we gewoon allemaal heel aardig tegen elkaar doen. En dan gaan we elkaar straks allemaal knuffeltjes geven. Nee, en kusjes geven en zeggen... I love ik you. Ik help je, Midas. Hoe moet ik iemand op? Ik probeer ervoor te zorgen. Door je gewoon je eten op. Je moet ja. Kijk, dat was heel cool. Hoe eet je iemand op? Je moet er zelf achter komen. Door mensen. Wil jij er zelf achter komen? Dat, ja. Dat is niet zo moeilijk. Gewoon in je mond stoppen en kauwen en dan doorzetten. Oké, volgens mij... Nee! Oké, voor dat hard moment mag ik wel even het bubbel gebruiken. Oké, sorry. Oh, Midas, je bent game over. Kijk, nu. Nee, Midas is een banaan. Ja. Nee, Midas... Oké. Nee, dat is niet aardig. Dus, nee, kom terug. We noemen deze aflevering, dus Midas is een kleine banaan. Ja, mijn verbloem. Haha. Dat is niet aardig. Dus, Midas is nu een kleine banaan die ook een pedobeer is. Oké. Ja. Ja, maar Midas die liep ook de hele tijd te kloten nu. Oké, time out, tot zo. We hadden een klein akkerfietje met bananen. Nee, niet bananen. Hoe kom ik daar nou weer bij? Een akkerfietje met bananen. Oké, fuck. Ik vind dit eng. Ik kan elk moment... Ik vind jou niet eng. Ah, nee. God, ik vind het dan. Weet je waarom Minecraft moeilijker is dan dit? Ja. Punt 1, omdat er veel meer monsters zijn. Punt 2, omdat het gewoon veel te moeilijk is. En punt 3, gewoon omdat je hier geen falling damage krijgt. Oh ja, en dat is toch niks. Oké, het is het baasgevecht. We zijn nu al, geloof ik, 18 minuten aan het opnemen. Nee, dit is stom. Je moet gewoon op zijn hoofd springen. Dat is veel leuker. Je kunt ook gewoon met vuren. Je moet op zijn hoofd springen, dan reageert hij leuker. Oei! Ja. Dat is... Nee, dat deed ik. Ik ging op... Kijk, mijn techniek is als hij eruit wil komen, dan gewoon gelijk... Mag ik nu op hem springen? Kijk, je moet er gewoon gelijk... Mag ik nu op hem springen, nee, vroeg mag... ik? Dat mag niet. Niet schoppen! Oké, kijk, hij loopt er... Hij ligt er heel dom bij. En wij hebben echt zo al best van okay. Even misschien met die leven. Hij springt door het raam heen. Ik had een leven gevonden en dan ga jij hem pakken. Dat is wel heel erg vlak. Weet je, dan maken we hier de kerstspecial van. Dan doen we gewoon een dubbele aflevering. Ja, deze duurt gewoon 30 minuten.
Ja, kerstboom. Jullie krijgen nou allebei weer 5 levens. Jantje van Amsterdam is een banaan. Oké. Okay. Oh ja, dan mocht ik. Ik moet van mijn vader steeds een lolly zeggen en niet een banaan. Want ik heb al zo lang een banaan. Safe. Wat heb je echt met bananen? Gewoon, ze zijn leuk en krom. Krom is cool. En ik ben er bang voor. Ben je bang voor? Nee, sorry hoor. Kan toch? Aflevering. Dus Midas is een kleine. Ik kan me dit level helemaal niet herinneren. Nee! Ja! Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Midas zijn de enige met ijs. De Gangnam Style. Nee, ik heb ook ijs. Echt? Ja. Ik ook. Nee, Midas heeft geen ijs. Oké, even eerlijk zeggen, pak je met een pijltje iemand op? Nee. En dat gaan we je ook niet vertellen, want we zijn een banaan. Jullie zijn geen bananen. Wel. Hé, hey, daar is een blokje. Ik heb niet. Ik heb het. God damn. Ja, mag ik. Nee. IJsje. Jij mag ijsje. Oh, yeah. Kijk. Ja, maar kijk, ik jongens. Nog geen ijs. Kijk, jongens. Ik sta onder de douche. Ik sta onder de onderwaterdouche. Ha. Van Gangnam Style. Zo, jongens, dit is leuk. Ik ga lekker cheaten. We maken hier. Nee, hoezo cheaten? Yeah. Waarom wil je cheaten? Yeah. Hoezo ben je nou aan het cheaten, joh? Ik wil cheaten. Waarom? Dat kan niet. We hebben geen cheat. Maar dat wil ik. Ja, dat kan niet. Want weet ik ook wel. We zijn niet genoeg met. Weet je? Weet je wat mij gewoon grappig lijkt? Het lijkt mij grappig om bijvoorbeeld Super Smash Bros. Brawl te kopen. Ja, dat is een leuk spel. En om dat spel en dan iets aan te passen waardoor Peach op een piemel lijkt. Dat zou best moeten jongens, kunnen. Jongens, mag ik ijs dan? Nee, dat mag niet. Nee, ik wil ijs. Ik wil. Ja, jij mag een pak. Ijsje. Oh, dat is echt Gangnam Style. Nee, niet maar Gangnam Style. Maar ijsjes zijn toch ijsjes? Ik vind ijsjes vies. Hey, wat... Nee, ik heb ijsjes en snoepjes. Oh, en ik ben oneerlijk. Jij hebt gewoon 8 levens. Weet ik. Maar dat komt omdat ik gewoon veel beter ben dan jullie. Helemaal niet. Ik ben veel beter. Bie. Kijk, ik zit... Waar ben ik? Burn. Oh, daar. Jij mag gewoon... En ik pak deze. Bil. Ja, Oppa Gangnam Style. Oké, okay, dat is grappig. Ik heb dat in mijn kop en het is heel erg irritant om Gangnam Style in je hoofd te hebben. Kijk, ik stel. Mag ik even langs, jongens? Nee, dat mag niet. Auw. Wie is het dan? Ouch. Knuffelare zoon. Hey. Son of a hugger. Ha, ik ben boy. Knuffelare zoon. Ik ben zo. Ah! Fuck, nou ben ik dood. Oké, ik heb evenveel levens als de meeste van jullie. Als ik? Ja. Als. Nee, niet die paasbeestjes. Ik haat. Wat doe ik? Ik haat jullie. Crap, dan ben ik weer dood. Oké. Ik kom nou zijn we hier eindelijk klaar, want het is best wel vervelend hier. Oké, jongens, pak mij. Ik wil niet dat jullie eindigen zonder mij. Ja, dat gaat wel gebeuren. Nee, dat is echt niet aardig. Ah, nee, kijk. Heel aardig. Kijk. Fuck, wij zijn aan het doodgaan. Wij zijn daar beneden aan het doodgaan. Oké, nou komt er een combat level. Die zijn leuk. Maar dat is stom. Nee, dat is leuk. Kijk, stom. We moeten zeker weten tegen hem vechten. Kom. Stom. Nee, dat is leuk. Dan moet je al die beesten killen. En dan maar dat is stom. Nee, dat is leuk. Stom. Ik hou van baas. Hij vindt het stom. Dat mag je niet vinden. Nee, dat mag je niet vinden. Jongens, waarom ben ik klein? Omdat je een banaan bent. Je bent geen banaan. Wel. Jee. Daan, binnen 7 seconden. Wow, dat is toch cool. Gewoon, in 7 seconden hebben we het gehaald. Oppa Gangnam Style. Oké, we gaan een huisje doen. Nee. Oké, dan ga ik gewoon de hele tijd de kracht van iedereen afpakken. Maar dat mag niet. Nee, niet doen. Niet afpakken. Nee, dat doen we gewoon niet meer. We gaan... Oké. Maar mijn krachtbosje wil je die alsjeblieft niet afpakken? Nee, dat doen we gewoon niet. Dat kan ook niet, hè? Ja, dat kan ook niet. Ja, ik kan hier maar nog... Maar als ik verlies, gaat mijn ding dan ook weer weg? Mijn ijs? Tuurlijk niet. Met dit spel? Ja. Nee. Mag ik beginnen? Jee, jij mag beginnen. Mag ik beginnen? Ah, oh, fuck. Bom, 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 bom. Ja, schiet op. Ga wat doen. Wat moet je doen? Ik
Kijk, je moet tegen. Je moet zappel. Je moet omhoog. En dan moet je klimmen. Okay. En dan moet je met twee dan slaan. Nee, hij heeft geen nunchuk. Je moet slaan. Dan sla ergens mee. Druk gewoon elke knop in die je hebt. Eén. Okay. Nou ben ik. Oké, Bowser. Yay! Doe er weer één. Als je twee Bowser hebt, dan heb je verloren. Ja, sla maar. Ik heb verloren. Ja, één. Druk één. Eén. Deze heb ik gedaan. Stop. Yeah. Hey. Oppa Gangnam Style. Ik heb al geslapen, toch? Hey. Wat is dit? Yeah. Bobby Bobby Boom. Ze ruikt je niet naar babypoep, maar naar Fresia. Nee. Sukkel, wat doe je nou? Wat doe je nou? Oké. Wij gelijk helemaal in de avond. Zo fit goed te doen. Ja. Nou, we gaan gewoon deze wereld halen. We gaan gewoon deze wereld halen. Oké, niet alle. We nemen gewoon gelijk. Oké, sorry jongens, dat is volgende keer. Oké, niet die. Deze. Ik ga eerst die doen. Oké. Wie wil doen? Niet zo. Job, hou op zo irritant te doen. Niet njennen. Voor degene die het nog niet weet, njennen is mijn werkwoord voor njenwezen nadoen. Maar alsjeblieft, ik ben klein! Ik noem njenwezen wel eens onze njennende vriend. Wie is mij daar een ijsblok tegen mij? Ik! Wie smeet daar een ijsblok? Bijvoorbeeld vraagt die leraar op school zo. Wie schiet dat popje tegen mij aan? Wie heeft dat popje naar mij gegooid? Of wie heeft die lineaal tegen mijn gezicht gegooid? En dan zeg je zo, ik! En dan word je van school getrapt. Nee, dat is niet leuk. Ja, ik vind het wel. Ik lijk op de jongens, ik heb helemaal niks meer. Van de mob-talker mod. Hey, nee. Nee, jou wou ik niet optillen. Ik wou dat blok optillen. Ah, wow. Oké, jongens, dit gaan we gewoon even snel doen. Terug. Banana. Is er een van jullie die... Ja, yes. Ja, nee. Ja, dat is geloof ik een level. Ja, dan hoor je zo. Ja, dit is... Ik mag kiezen, jongens. Ik kies. Ik krijg een leven en ik pak er twee. Nee, ik heb er maar één. Ik haat je op. Ik heb twee. Ik heb er geen leven bij. Ik heb er maar één. Ja, als jij geen leven bij. Ja, ik heb er ook maar... Ik heb er geen enkele. Maar één. Nee, niet je. Kijk. Wie pakt hem op? Boink. Ik heb maar ik wil wel jongen opgeven. Aan de kant, want ik ga springen. En dan komt het een bomba uit en dan ben ik dood. Auw. Auw! Crap head. Mijn vlog! Wee, kijk, dan heb ik ook ijs. Kijk, ik heb ook ijs. Nee, blijf op me af. Blijf op me af. Ik heb nee, ik wil ijs hebben. Ik heb geen ijs. Mag wee. Ik vuur? Ik heb vuur. Ik heb vuur. Banaan. Er waren 3-4 items en ik heb er geen één gehad. Jee, ik ben op dat is cool. Uiteindelijk voer. Dat is helemaal niet cool. Dat is cool. Stinky. Zo Nien zeggen. Maar wij zijn Nien niet. Wij zijn Stupid Creeper Studios. Met... A. P. Wat? Hey, jongens, mag ik even? Wij zijn Stupid Creeper Studios met onze speciale gasten. Jongens, mag ik even? Oh, nee, je mag niet. Ben ik niet in geïnteresseerd? Yes, ik heb 10 levens, jongens. Oh, dat is cool. Nice. Kijk, kijk jongens, kijk, die muntjes zijn... Anijs. Anijs. Yes, ik heb 11 levens. Wow. Ja, ik ook. Nee, ik heb 8 levens. Nou, ik okay, ben nou... niet bijgekomen. Oké. Wat doen jullie? Dat is toch grappig? Ja, we hebben echt een hele... Mijn moeder is. Oké, we doen nou gewoon deze en dan beëindigen de let's play die geloof ik alweer een half uur duurt. Deze let's play duurt alweer een half uur nu. Nou, het gaat echt... Jongens, jullie doen niet aardig. Hoezo? Waarom zeg je jongens, jullie doen niet aardig tegen mij? Jullie zijn allemaal groot en hebben stom zijn. Nee, dat moet je niet zeggen. Dan krijgen we nooit meer kijkers, jongens. Sorry kijkers, het spijt me, oké? Sorry kijkers. IJs. Mijn ijs. Fietsen kan ik niet. En ik ben in de lava gesprongen. Fysicale klit. Daar ben je. Vind je ook kinky? Nee, niet kinky. Vind je ook niet kinky? Job, niet jennen. Dat is echt, geloof ik, een hele erg... Jongens! Ja, dat moet jongens, doen. Dat is niet leuk. Als dat wij... is gewoon niet
niet leuk. Als wij ooit... Mag je even ook in de lava, hoor? Als wij ooit... Nee, ik ben in de lava. Als wij ooit een beroemd YouTube-kanaal worden, dan ga ik t-shirts laten maken met Job niet Jenne erop. En zo'n... Het gezicht... En dan het gezicht van Glenn. Dan het gezicht van Glenn en er dan zo'n kruis doorheen. En dan zo... Nou, Joris, jij bent gewoon hartstikke gemeen. Ik heb dit gedaan. Jongens, laat mij even iets zeggen. Sorry, maar dat deed ik per ongeluk. Nou. Oké, en nu gaat Daan presenteren. Laat mij even iets zeggen. Oké, jongens. Misschien als heel onwaarschijnlijk Nienwezen dit kijkt. Glenn dus, hoe je ook genoemd wil worden. Mag jij bedenken. Yeah, of een grote fan van Nienwezen. We bedoelen dat niet negatief. Wel, dat we niet willen. Ik vind het gewoon irritant als Job gewoon wannabe dinges wordt. Nee. Die deed het. Oh, rokken, maar. Nee! De hele tijd Nienwezen gaan nadoen. Dat vind ik echt heel erg irritant. Ik kan niet. Ik ga je tegen dingen gooien. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga je tegen dingen. Ik heb wel! Nee. Fietsen kan ik niet. Haha, boontje komt om zijn loontje, motherfucker. Joris! Oké, okay, au. Oké, we zijn zo weer terug. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we denk ik alweer. Hoi, guys. Allemaal in mijn belletje. Hey, dat ding prikte mijn bubbel lek. Hey, guys. Oh. Hij prikte mijn bubbel lek. Heb je ballon lek geprikt, die pedofiel? Hey, guys. Job, dat slaat nergens op. Hey, denk op je taal, jongen. Ja, Job, geen pedofiel. Ik ben pedofiel. Ja, denk dat op je mag taal, je niet zijn. Zeggen. Nee, dat mag niet. Oké. Jongen. Fysica. Nee, jongens, ga in die buis naar beneden. Je moet in die buis. Die buis is goed. Oh, we gaan op. Ga in die buis. Die buis, daar krijg je nog. Ik vind je gewoon naar beneden. Zeg je dat dan niet? Je krijgt ook wat shit als je in die buis gaat. Dan krijg je nog wat. Oké. Jij gibber. Ik heb nog 7 leven. Fysicale klit. Fysicale klit. Ben ik weer game over. Oh. Oké, dit is. Nee, wat doe jij? Ik vind het eng. Wegwezen hier. Ik bedoel, wat doe jij? Oké, dat was echt. Ik dacht dat je daar vuurbloem kreeg of zo. Nee, okay, maar nou, niet. Nou moeten we dit gewoon. Ik ga gewoon hartstikke dood. Dit moeten we echt allemaal helemaal hardcore. Allemaal met kleintje. Ik ben al moeten weg. We dit gaan doen. Ik maar, ik ben game over alweer. Dus mag ik? Kijk, we moeten dit dus alle drie met kleintje moeten we dit gaan doen. Duurt het filmpje niet een beetje lang? Beetje wel. Het duurt al meer dan een half uur. Maar dit is onze kerstspecial, heb ik besloten. Zo hoor het. Ja, morgen is het is morgen namelijk... Jongens, we mogen nu niet doodgaan, hè? Morgen namelijk kerst. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon niet moeilijk doen. Wij zijn er morgen niet. Waarom ga je niet moeilijk doen? Waarom niet? Omdat ik er geen zin in heb. En morgen is het kerst en morgen zijn we er niet. Dus ik denk, we maken vandaag gewoon onze kerstspecial. Hey, wat doe mij? Fysicale klit. Wegwezen. Ik vind het maar één. Dit is echt zo'n eng. Dit is zo'n kinky spel. Nee, dit spel is zo eng. Oh shit, moet ik nou dit nou echt in mijn eentje doen? Dit is nog enger dan Slender, dit spel. Nou, dat valt misschien wel mee. Ja, waarschijnlijk wel heel erg, want Slender is echt... dit is zelfs nog enger dan Amnesia. Ik ben een kleintje en ik ben nog niet afgegaan. Amnesia, wat is dat? Amnesia is heel eng. Waar gaat het dan over? Ja, ongeveer hetzelfde als Slender, maar dan in het kasteel en echt veel enger. Jongens, dit is heel grappig in wereld 4 en wereld 6 is dit heel grappig. Oké, we zijn al 40 minuten bezig. Hey, we houden er niet eens rekening mee dat we een filmpje aan het maken zijn. Wel. Nee, maar in wereld 4 en 6, dan vertrekt Team zonder mee. En normaal gesproken zouden we net zo lawaaierig zijn. Dus. Dit waren wij, Stupid Creeper Studios. We danken jullie allemaal voor het kijken. En gaan nu heel erg lang uploaden en alles. Nou, tot de volgende aflevering.